Als een hele lange gele trein rijdt het koolzaad door het groene land. Een trein die niet lijkt op te houden. We zijn in het zuiden van de provincie Groningen, op weg naar Bourtange, de oude vestingstad. Het koolzaad blijft wuiven, geel en gul. De olie die uit de zaadkorrels geslagen wordt, is een halfdrogende olie die gebruikt werd als smeerolie. Een raadselachtige toepassing, maar dat geel is mooi. Een bosje fluitenkruid leidt ons haast vanzelf naar het stadje Bourtange. Een vesting in het veen. De geschiedenis van Bourtange is begonnen in 1580... toen prins Willem van Oranje opdracht had gegeven tot het afsluiten van alle toegangswegen naar Groningen. Hiermee hoopte hij de stad die in Spaanse handen was tot overgave te dwingen, met de aanleg van een schans op een smalle zandrug. De Bourtange. In de 80-jarige oorlog was deze schans als een slot op de deur naar het noorden. Pas in 1972 is men begonnen met de reconstructie van de vestingstad. Niet voor militaire doeleinden, maar als cultuurhistorisch monument. Tot in onderdelen heeft het grote werk plaatsgevonden. Tot in de kleinste details is men te werk gegaan. De vesting is weer helemaal terug. En de bloemen zijn ook weer terug. Want waar gebouwd wordt, willen bloemen bloeien. En als de mensen dan ook nog in de tuin wil hebben, is het helemaal goed. Zoals de ui in het leuke tuintje. En zo ziet het marktplein eruit in de schaduw van reusachtige, 300 jaar oude lindebomen. De kapiteinswoningen zijn weer helemaal ingericht zoals dat er zo'n 350 jaar geleden uit moet hebben gezien. Alles is weer neergezet alsof de echte bewoners dat gedaan hebben. Met de bril op de Bijbel, zoals dat hoort. Dit witte gebouwtje is de synagoge uit 1875. Het is weer helemaal ingericht als godshuis, met brandende kaarsen in de vensterbank, oude banken en een voorlezenaar op de bima, de verhoging van waaraf de dienst geleid werd. Het tweede oriëntatiepunt is de ark met daarin de gebedsrol. Bovenop de houten staven staan siertorens en er hangt een jat voor, een handje om de tekst bij te wijzen. De mantel is heel kunstig gemaakt. Het gebouw is ook weer ingewijd als synagoge en is toegankelijk. De windkorenmolen op het molenbastion verdween al in 1821 nadat de toename van een aantal bakkers uit de omgeving van Bourtange die aan de soldaten brood gingen verkopen, een feit was geworden. De molenaar koos de wijste partij. Hij verkocht de molen aan een landbouwer in Ter Haar die hem demonteerde en weer opzette in de buurt van zijn woonplaats waar hij nog altijd staat. In 1980 verrees op het molenbastion een nauwkeurige kopie van deze vroeg 17e eeuwse standerdmolen. Vlak naast de hervormde kerk staat hij. In de achtermuur van de kerk zit een gedenksteen ter ere van het in defensie brengen van Bourtange in 1593 door de prins van Oranje en de heren gedeputeerde staten aldaar.
Er staan leuke huizen in het stadje. Dit is er zo een, met grillige muurankers. De driehoekig lijkende rode pannendaken van het vestingstadje zijn een lust voor het oog. Bomen spelen ook een grote rol in het geheel. En klinkerpaden. En heggetjes. En zelfs een poort in de verte. Het is een schatje van een stadje. Je kunt er bijna helemaal omheen lopen en het van alle kanten bekijken. En dan gaan we nu naar Ter Apel. In 1464 schonk Jacobus Wilting, pastoor van Garrelsweer en vicaris van Loppersum, zijn bezit Apel aan de orde van het Heilige Kruis onder de voorwaarde dat daarop een klooster gebouwd zou worden en aldus geschiedde. Tot op de dag van vandaag is het prachtige gebouw bewaard gebleven en is het oudste middeleeuwse klooster dat ons land rijk is. Het staat in Ter Apel, vlakbij Boertange, en is zeer de moeite waard. Dit driedelige kalkstenen priestergestoelte, waar de dienstdoende priesters gedurende de altaardienst hun plaats hadden, is bewaard gebleven, omdat er na de hervorming een grote houten herenbank voorgezet is en niemand na korte tijd nog wist wat er achter die bank zat. De miraculeuze redding van een volstrekt uniek kerkmeubel. De gebeeldhouwde houten koorbanken zijn ook uniek, maar niet zo zeldzaam als het stenen priestergestoelte. Ze zitten vol met houtsnijkunstige vondsten en je kunt je er lang mee bezighouden. Dan is er het oxaal dat het priesterkoor scheidt van de lekenkerk. Aan de koorzijde is het oxaal het mooist, al zijn alle gebeeldhouwde heiligenfiguurtjes al eeuwenlang verdwenen. Het oxaal is er nog. De zon scheen door de gang van het kruisherenklooster en je voelde je eeuwen oud, zeg maar, met de kleuren van de kruidentuin en de geuren. En als u daar dan heen gaat, vergeet dan niet een plantengidsje mee te nemen om te weten wat je ziet. Want anders is het plezier maar voor een deel. En de binnenhof is zeer de moeite waard. We nemen afscheid van het nobele kruisherenklooster in Ter Apel. Een museumklooster van de zuiverste orde. Gaat u maar kijken en uzelf overtuigen.